32%. Dat is de daling in het consumentenvertrouwen in 1 jaar tijd. Het persbericht van het CBS vatte in 1 droog cijfer samen wat zich nu al een hele tijd lang afspeelt in de Nederlandse huiskamers. Nederland verliest gestaag haar vertrouwen. Het onbehagen groeit. Bij de bewoners van de Leidse Merenwijk, die het gevoel hebben heel veel bij te dragen aan onze collectieve voorzieningen en er te weinig voor terugzien. En de ongerustheid groeit. Bij de werknemers van de sociale werkvoorziening, wiens baan weggesneden dreigt te worden. En de onzekerheid groeit. Bij de bewoners aan het EQ-plein, die te vaak slachtoffer zijn van overlast en geweld. We hebben allemaal het gevoel de grip op onze omgeving kwijt te raken. Ons geloof in de toekomst. Onze welvaart staat op het spel, is op het spel gezet door financiële markten. En de school van de kinderen valt inmiddels onder een bestuur wat 60 scholen bestiert. En het verzorgingstehuis van onze moeder of onze oma is net gefuseerd en we voelen ons een nummer. Kil, anoniem. En wie een antwoord wil geven op dit tanende vertrouwen en de groeiende vervreemding, moet meer doen dan alleen de begroting op orde brengen. De vragen waar de bewoners van de Merenwijk en de werknemers van de sociale werkvoorziening en vele andere Nederlanders mee worstelen, gaan over veel meer dan over overheidsfinanciën. Die gaan over het land waarin we willen leven. En wordt dat een land waarin het ieder voor zich is, waarin de overheid zich terugtrekt en waarin de krachten van de markt, ondanks de harde lessen uit de afgelopen jaren, toch weer meer ruimte krijgen? Of een land waarin we elkaar sterker maken, waarin we gezamenlijk de publieke voorzieningen opbouwen en zo iedereen de kans geven om het beste uit zijn leven te halen? Wij kiezen vanuit onze idealen vol overtuiging voor dat laatste. De Partij van de Arbeid wil Nederland weer zijn vertrouwen, zijn optimisme, zijn onderlinge verbondenheid teruggeven. Een land waarin collectieve welvaart boven individuele rijkdom gaat. En een land waarin de toekomst van onze kinderen belangrijker is dan korte termijn bevrediging. Onze opdracht is dus veel meer dan een financieel vraagstuk. Veel meer dan een kwestie van plussen en minnen en percentages. De kracht van Nederland en het vertrouwen van Nederlanders is niet gebaseerd op de omvang van de staatskas. Maar op de zekerheid van werk, op veilige straten, betaalbare woningen, goede scholen, bereikbare ziekenhuizen en een betrouwbare energievoorziening. En het zijn deze voorzieningen die de basis vormen voor de maatschappelijke ladder waarlangs iedereen omhoog klimt. Wie die basis verwaarloost, ondermijnt de verheffende en verbindende kracht van de samenleving. En wij willen deze basis, die ladder, herstellen. En daarmee het vertrouwen in de kracht van Nederland terugwinnen. En dat kan dus niet door krampachtig vast te houden aan het bestaande. Dat vraagt in deze tijd om hervormingen en moeilijke keuzes. Op 7 terreinen, arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, wonen, veiligheid, onze energievoorziening en ook de financiële sector, daar durft de Partij van de Arbeid die nieuwe keuzes te maken. En daar doen we nieuwe voorstellen, om zo de ladder en daarmee het vertrouwen in de kracht van Nederland weer te versterken. Voorstellen die zowel recht doen aan de noodzaak tot verandering als aan de behoefte van zekerheid. Juist in onzekere tijden moeten we een brug slaan tussen het bieden van zekerheid en de noodzaak tot verandering. Wie doorslaat naar een van beide oevers, die bedient wellicht bepaalde groepen in de samenleving, maar bewijst de samenleving als geheel geen dienst. En dames en heren, het meest treffend komt dat tot uiting bij onze voorstellen voor de arbeidsmarkt. Het belang van werk kan voor de Partij van de Arbeid niet genoeg worden benadrukt. Hoezeer de grote bedrijven ook beweren dat zij de motor van de economie zijn, de werkelijke basis van onze economie wordt gevormd door die miljoenen mensen die iedere ochtend naar hun werk gaan en daar dingen maken, diensten verlenen, mensen verzorgen, doseren, innovaties bedenken waar onze toekomst van afhangt. Daar ligt de werkelijke kracht van onze samenleving. En die kracht zouden we moeten koesteren. Maar in plaats daarvan wordt die uitgehold, nu de arbeidsmarkt in tweeën dreigt te vallen. Op dit moment wordt de brug tussen zekerheid en verandering in onze arbeidsmarkt weggeslagen. Want het groeiende leger aan flexwerkers in steeds onzekerder constructies zoals nulurencontracten en payrollovereenkomsten of gedwongen ZZP-schap, die drijft een groeiend leger van flexibele krachten verder weg bij een kern van vaste werknemers in die bedrijven. En in 100.000 gezinnen schuift er 's avonds iemand aan tafel aan die niet weet of hij de volgende week nog werk heeft. En dat vreet aan die gezinnen en het vreet aan de samenleving. En waarom leggen we ons eigenlijk neer bij die veramerikanisering van de arbeidsmarkt, terwijl ervaring en onderzoek juist uitwijst dat een samenleving waarin duurzame relaties tussen werkgevers en werknemers zijn, dat die beter werkt?
Ik leg me daar dus niet bij neer. En bij het bekende mantra van de arbeidsmarkt hervormen, denk ik dus allereerst aan het stoppen van die oprukkende hyperflexibiliteit. En dat doen we door de positie van de flexibele arbeid te verstevigen. Minimumtarieven voor ZZP'ers in bepaalde sectoren. Meer WW-recht bij kortdurende contracten. En een einde aan de praktijk dat je jarenlang hetzelfde werk kan doen op basis van een uitzendcontract. Flexibel arbeid moet weer worden waar het voor bedoeld was. Voor de werknemer een opstapje naar vast werk. En voor de werkgever de mogelijkheid om flexibel mee te ademen met de economie. Het moet geen goedkoop alternatief zijn voor vaste arbeidscontracten. En als we de verschillen tussen flexibele arbeid en vaste contracten echt willen overbruggen, dan zullen we ook aan de vaste kant iets moeten durven te doen. Wij zullen het stelsel mobieler moeten maken. Alles op alles zetten om mensen zo snel mogelijk van baan naar baan te helpen. En dat betekent dat we werkgevers verantwoordelijk maken voor de eerste 6 maanden betaling van de WW. Dat is de beste prikkel voor werkgevers om de net ontslagen werknemer zo snel mogelijk weer aan een andere baan te helpen. En bij het ontslagstelsel kiezen we er onverkort uiteraard voor de preventieve toetsing, maar willen we wel toe naar 1 route. En vooral naar inzet van de ontslagvergoeding voor baan-na-baan begeleiding. Niet langer geld op de rekening, maar scholing en begeleiding om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. Want wie snel een andere baan vindt, mag dan een deel van die ontslagvergoeding houden. En beste mensen, ook in de gezondheidszorg zijn dergelijke keuzes nodig, nieuwe keuzes. Want hoewel we trots mogen zijn op het goede werk wat dagelijks in de zorg wordt verricht, zijn ook hier onze kernwaarden in het geding. De gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, tussen laag en hoog opgeleid, nemen toe. Arm leeft in Nederland 7 jaar korter dan rijk. In Nederland. Ik vind dat onverteerbaar. En ik vind dat onacceptabel. En daarbij plaatst de vergrijzing ons nog weer voor nieuwe opgaven. Een grotere vraag naar gezondheidszorg. En 1 ding is duidelijk, dames en heren. De oprukkende marktwerking biedt hierop geen antwoord. Integendeel, het vergroot de tweedeling, drijft de kosten verder op door onnodige volumegroei. Want waarom zijn er zoveel, te veel spoedeisende eerste hulp in de Randstad? Waarom explodeert het aantal dotterbehandelingen? En waarom lukt het niet om meer behandelingen door de huisarts te laten doen en tegelijkertijd minder behandelingen in het ziekenhuis? Dat komt omdat zorgverzekeraars door een onderlinge concurrentie niet in staat zijn om de zorg voor iedereen gewoon zo goed mogelijk te organiseren. En het wordt tijd dat we daaruit conclusies trekken en de regie terugnemen. Wij trekken een streep in het zand en we stoppen de concurrentie tussen zorgverzekeraars. En zo geven we de zorgverzekeraars weer gewoon de functie die hen toebehoort. Namens de verzekerde de zorg in een regio zo goed mogelijk organiseren. Niet gedreven door commerciële belangen, maar door publieke belangen. En alleen zo zorg je voor de beste zorg voor iedereen en stop je de volume-explosie. En alleen zo maak je het lonend om echt te investeren in preventie. En iets zorgsgelijks geldt voor de langdurige zorg. Die moet veel meer dan nu worden gecombineerd met wonen, werken, welzijn. En dat betekent dus dat je gemeentes verantwoordelijk moet maken. Alleen zo kun je de zorg dichtbij organiseren. Investeren in preventie en nieuwe kleinschalige initiatieven belonen. En over de financiering van die zorg kan ik kort zijn. Goede zorg moet betaalbaar blijven. En om de tweedeling in de zorg te voorkomen en de stijgende kosten op te vangen, zullen we daarom van iedereen een eerlijke extra bijdrage moeten vragen. En solidariteit is daarbij ons leidende principe. Wij willen inkomensafhankelijke premies en inkomensafhankelijke eigen risico's en betalingen, zodat de zorg uiteindelijk voor iedereen betaalbaar blijft. En dan onze woningmarkt. Als er 1 onderdeel van de samenleving is waar het inzakkend vertrouwen in de toekomst manifest aan het worden is, dan is het die woningmarkt. Er wordt nauwelijks nog gebouwd, verhuisd, gekocht of verkocht. En dit heeft de bouwsector met een omzet van bijna 100 miljard euro per jaar van onschatbare waarde voor onze economie nu al in grote problemen gebracht. En belangrijker, het heeft mensen in grote problemen gebracht. Ze zitten vast in een huurwoning, ze vinden geen koopwoning, of ze raken verstrikt in die hypotheekval omdat de woning inmiddels minder waard is geworden dan de uitstaande hypotheek. En om dat op te lossen is er 1 ding nodig. Zekerheid. Zekerheid over wat er gaat gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. Zet nou een stip op de horizon. 30 jaar vanaf nu. En vertel Nederland waar de hypotheekrente dan staat. En onze keuze daarbij? Maak de hypotheekrenteaftrek weer tot wat die ooit voor bedoeld was. Een stimulans voor huizenbezit.
geen subsidie op rijkdom. Wij bouwen daarvoor langzaam af naar een systeem waarin je over 30 jaar tegen een voor iedereen geldend tarief van 30% de hypotheekrente mag aftrekken voor de waarde van een modale woning. En bovendien willen we ook dat hypotheken worden afgelost en zal dus die toegestaande renteaftrek gedurende de looptijd langzaam verminderen. Tegelijkertijd, dames en heren, verlagen we de overdrachtsbelasting. En ook de huurmarkt moet echt van het slot. Gematigde huurstijging, dat blijft de norm voor lage inkomens. Maar iets meer huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen is gerechtvaardigd. En op deze manier trekken wij een totaal vastgelopen woningmarkt weer los. Gaan mensen weer woningen kopen? Worden weer woningen gebouwd, verhuurd, opgeknapt? Alleen door een gedurfde stap in de toekomst te zetten, realiseren we een van onze belangrijkste basisvoorwaarden voor een krachtige samenleving. Namelijk de mogelijkheid voor iedereen om in een goede, betaalbare woning te wonen en te leven. Arbeid, zorg en wonen dus. En wat doet veiligheid dan in al die thema's waar wij keuzes op maken? Veiligheid heeft toch niks met de begroting te maken? Nee, maar alles met het herstel van vertrouwen in de kracht van Nederland. Met mensen weer grip geven op hun omgeving. Veiligheid is daarvoor de eerste voorwaarde. Wie in angst leeft, kan zichzelf niet zijn. Kan niet voluit werken. Kan zich niet ontwikkelen. En juist de Partij van de Arbeid, die zich in alles verzet tegen een samenleving waarin het recht van de sterkste geldt, juist die Partij van de Arbeid moet opkomen voor veiligheid. En om veiligheid effectiever aan te pakken, moeten we af van die ideologische schijngevechten tussen harde repressie en softe preventie. Die ideologische twist heeft in de dagelijkse praktijk geen enkele waarde. Want beide zijn nodig. Preventie moet harder, repressie moet slimmer. Minder hulpverlening, meer correctie in gezinnen waar het fout gaat. Eerder ingrijpen, meer ogen, handen op straat tegen de overlast. De gemeentebrigadier. Maar ook een effectieve bestrijding van de grotere misdaad door meer inzet op recherche. En wat voor zorg en onderwijs geldt, geldt ook voor veiligheid. Wij hebben onze beste mensen nodig in de frontlinie. En houd ze daar dan ook. Ik zag mijn beste straatcoachcollega's van straat verdwijnen, omdat ze coördinator konden worden. Minder zwaar werk voor een beter salaris. Maak nou een einde aan het beloningssysteem waardoor goede agenten of toezichthouders van straat verdwijnen, omdat ze in een managementbaan meer kunnen verdienen. Het ondermijnt de kracht van onze aanpak. En juist bij veiligheid moeten wij met niets minder genoegen nemen dan de best mogelijke aanpak. Beste mensen, onze eerste opdracht ligt dus aan de basis. Bij voorzieningen zoals zorg, veiligheid, wonen, arbeid. Politiek is uiteindelijk zoals de piramide van Maslow. Wie de basis niet op orde heeft, die kan de rest vergeten. Maar we moeten onze blik ook op de verdere toekomst richten. Politiek gaat niet alleen over vandaag en morgen. Maar het gaat net zo goed, zeker voor mij, over de volgende generaties. Over hun toekomst. En ik wil hen recht in de ogen kunnen kijken. En dan is er dus veel werk aan de winkel. Opbrakende energievoorraden, grondstoffenschaarste, klimaatverandering dreigen komende generaties voor grote problemen te plaatsen. Er zijn drastische keuzes nodig om daar verandering in aan te brengen. Onze energievoorziening zal in enkele decennia volledig moeten verduurzamen. En die opdracht wordt ons niet alleen ingegeven door verantwoordelijkheidsbesef, maar juist ook door vooruitgangsgeloof. Want het is niet alleen nodig om onze economie te verduurzamen, het biedt ook grote kansen. Kansen op nieuwe groei, waar de oude stilvalt. Op nieuwe banen, waar de oude verdwijnen. Op nieuwe innovatie, waarin Nederland kan uitblinken. Nederland heeft de beste ingenieurs, de beste offshore bedrijven, de beste waterbouwers, de grootste havens. Wij kunnen wereldspeler zijn op het gebied van offshore energiewinning. En met Wageningen op het gebied van biogrondstoffen. Laten we onszelf tot doel stellen om die kansen dan ook te grijpen. Door een meeslepende en ambitieuze opdracht te formuleren. In 2050 is Nederland geheel onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Een 100% duurzame economie. En door een 100% duurzame energievoorziening te realiseren, door van Rotterdam het centrum te maken van groene grondstoffenchemie en door onze mobiliteit geheel te vergroenen. En dat doen we met concrete maatregelen zoals een verplichte levering van duurzame elektriciteit en de aanleg van een hoogspanningsnet op zee. En zo bieden we lange termijn zekerheid aan bedrijven, stimuleren we innovatie zonder de geplaagde staatskas nog verder te belasten. En als we in deze tijd nou ergens behoefte aan hebben, dan is het toch aan inspiratie, aan optimisme. Nederland kan zijn optimisme dus hervinden met deze opdracht voor een nieuwe, krachtige, duurzame economie. 100% duurzaam in 2050. En dames en heren, die duurzame economie komt er niet zonder investeringen. In onderwijs.
Lange tijd meende ik dat de beste investering in het milieu een zonnepaneel was. Of een windmolen. Mis. De best renderende euro voor het milieu is een euro investeren in onderwijs. Omdat onze kinderen dan nieuwe technologieën kunnen bedenken waar wij nog niet eens op konden komen. Wie vooruitgang mogelijk wil maken, moet investeren in onderwijs. Ook als het financieel tegenzit. En dat doen we dus ook. Maar er is meer nodig dan geld alleen. Er is in het onderwijs ook een cultuuromslag nodig. Eerder starten met onderwijs. Meer inzet gewoon op rekenen en taal. De beste mensen, ook hier, de beste mensen voor de klas. Meer vakopleidingen. En minder marktwerking in het mbo en hbo om die wildgroei aan diploma's en opleidingen te stoppen. En vooral een halt aan de schaalgrootte. Eén bestuur voor 60 lagere scholen is vast efficiënt in managementtermen. Maar het maakt van ouders, docenten en leerlingen een nummer. En die fonkelende gebouwen van de ROC's, waarin 5000 leerlingen of meer nu zitten, die geven vast ontzettend veel prestige. Maar er blijft weinig over van de onderwijsmoraal. En wanneer wij die ontwikkelingen gewoon aan ons voorbij laten trekken, dan zal de schaalvergroting alsmaar doorgaan. Het is tijd om grenzen te trekken. Grenzen aan de omvang van besturen, de omvang van locaties en de omvang van klassen. En dan rest ons nog één belangrijk thema voor de toekomst. De financiële sector. Niet een sector waar je als eerste aan denkt als het gaat om publieke voorzieningen. Maar wel eentje die, zo heeft ze bewezen, een directe bedreiging vormt voor die voorzieningen en daarmee voor onze toekomst. En er zijn legio-ingrepen mogelijk en nodig. Aanpakken van de bonussen, splitsen van banken, versterken van kapitaal, Europees bankentoezicht, een bankenbelasting in welke vorm dan ook. De Partij van de Arbeid zal elk middel inzetten, zal niet rusten voordat deze sector ophoudt om met roekeloos gedrag onze welvaart op het spel te zetten. Dames en heren, dit zijn dan de keuzes die de Partij van de Arbeid maakt voor de toekomst van ons land. Een zekere arbeidsmarkt, solidaire zorg, woningmarkt in beweging, een veilige omgeving, een duurzame energievoorziening, het best denkbare onderwijs en een beteugelde financiële sector. 7 thema's, 10 voorstellen. Verdere uitwerking staat in de stukken die hier bij aanvang werden uitgedeeld. En ja, nu vraagt u zich vast af, wat levert dat nou allemaal op? Nou, een sterker fundament onder de samenleving is mijn eerste antwoord. En daarmee, ja, daarmee ook een steviger fundament onder de staatsfinanciën. Structurele hervormingen zorgen uiteindelijk, structureel zoals dat dus heet, voor een verbetering van het overheidssaldo door meer inkomsten en minder uitgaven. En onze voorstellen zullen dat saldo op de lange termijn met ongeveer 20 miljard euro verbeteren. Dat is ruim voldoende om het houdbaarheidstekort, het tekort op de lange termijn van ongeveer 17 miljard euro te dekken. Maar ook op middellange termijn verbetert het structurele saldo, dus als we het even ontdoen van de economische conjunctuur, van recessie, volgens een pad dat gestaag per jaar naar de nul gaat. In 2015 is er nog een structureel tekort van 1%. En daarmee houden we ons dus ook aan dit deel van het Stabiliteits- en Groeipact. En we richten ons niet op die 3% feitelijk tekort in 2013. Want om dat te halen zouden we zoveel moeten snijden in de samenleving dat het fundament juist wordt verzwakt. En er is ook geen zinnige economische of financiële reden voor een dergelijk korte termijndoel. De economie is gebaat bij structurele versterking en de financiële markten kijken vooral naar structurele verbeteringen in de begroting. En de Partij van de Arbeid realiseert allebei met haar voorstellen. En om de begroting in evenwicht te brengen en tegelijkertijd publieke voorzieningen te versterken, zullen we ook van de mensen die dat kunnen dragen een extra bijdrage vragen. De basis onder een sterke economie wordt gevormd door een eerlijkere inkomensverdeling. En door de crisis is ons gezamenlijke inkomen, dat we wat met z'n allen nou verdienen, is afgenomen. En wie die rekening daarvoor dan eenzijdig bij lage en middeninkomens legt, die verzwakt de samenleving. Daarom kiezen wij ervoor om de grote vermogens, 60% van het vermogen in Nederland zit bij 10% van de mensen, om die zwaarder te belasten. En we draaien een reeks aan maatregelen terug die Rutte heeft genomen en die juist de lage en middeninkomens zo hard treffen. En hoe al die begrotingsposten dan precies uitpakken in 2013, 2014, 2015, dat rekent het Centraal Planbureau nu op dit moment voor ons uit. En de grote lijnen gaf ik u al. Die doorrekening die is klaar over een paar weken. Maar die hebben we dus niet nodig om vandaag onze keuzes voor de toekomst van Nederland te kunnen presenteren. Onze keuzes gaan niet over een begrotingspost of een financieringsschuif. Onze plannen gaan over het Nederland wat wij willen veranderen.
Van een land vol onzekerheid en onbehagen naar een land van optimisme en vertrouwen. Van een land waarin mensen het steeds meer ieder voor zich moeten doen naar een land waarin we samen elkaar sterker maken. Van een land dat natuur en milieu veronachtzaamt naar een land wat een duurzame toekomst juist als grootste uitdaging ziet en daar economisch ook van weet te profiteren. Een land waarin we eerlijk delen, kansen bieden, vooruitgang creëren. Dat is het Nederland, dames en heren, waar wij voor kiezen. Met overtuiging. En vanaf vandaag gaan wij zoveel mogelijk mensen overtuigen om die keuze met ons te maken. Ik dank u wel.